Als je in het noorden of noordoosten van het land woont, dan maakte je vandaag de grootste kans om een bui tegen te komen. Bijvoorbeeld op de Waddeneilanden. We zien hier een foto gemaakt op Texel. En die bui leverde wel een mooie regenboog op. Maar verder naar het zuiden kwamen die buien niet of nauwelijks. En daar bestond het weerbeeld uit blauwe luchten en vriendelijke stapelwolken, zoals hier in Rotterdam aan de oevers van de Maas. En die buien bevinden zich relatief ver bij ons vandaan, vooral in het oosten en zuiden van Europa. Daar volop wisselvalligheid, geregeld stevige regen- en onweersbuien. En bij ons in de buurt een stuk stabieler onder de vleugels van een hoge drukgebied. En de kern ligt ter hoogte van Ierland. Bij ons eerst wel nog een noordwestelijke stroming. En daardoor bevinden we ons een beetje in een dipje wat temperatuur betreft. En vanaf de Noordzee komen morgen dus nog enkele buien over het noorden, zetten af en toe wat wolkenvelden. Donderdag zullen we iets meer sluierbewolking zien, dan af en toe een beetje een waterige aanblik van de zon. Maar na hemelvaart draait de wind naar het noordoosten tot oosten en gaan we weer uit dat dalletje wat temperatuur betreft omhoog klimmen en komt de temperatuur weer bij die 20 graden in de buurt. Nou, vanavond maakt dus vooral het noorden en noordoosten nog kans op een enkele bui vanaf zee. Temperatuur ligt rond 10 graden, in de rest van het land droog. Die stapelwolken lossen op en vannacht is het dan grotendeels helder. En vooral in het oosten van het land, ook op de zandgronden voornamelijk, daar gaat het sterk afkoelen. Temperatuur op waarneemhoogte zo'n 4 graden, maar vlak aan de grond komt de temperatuur wel akelig dicht bij het vriespunt in de buurt. In het westen aan de zee is het iets milder met zo'n 7 graden op de thermometer. En de wind die zwakt ook een beetje af. Nou, morgen maakt dus vooral het noorden van het land nog kans op een enkele bui. Provincie Groningen, Waddeneilanden, misschien nog net de noordkust van Friesland. Maar de meeste plaatsen houden het droog. In het noorden en midden van het land iets meer bewolking en wisseling van zon- en wolkenvelden. Zo'n 13 tot 15 graden. En de meeste zonneschijn is weggelegd voor het zuiden van het land. En daar kan de temperatuur nog oplopen naar 16 graden. De wind draait al iets naar het noorden, matig van kracht. En de dagen daarna gaat die dus meer naar het noordoosten. Oosten tot oosten draaien. En dat gaat zijn impact hebben op de temperatuur. Hemelvaartsdag donderdag gaat wel koud van start, met ook weer in het oosten en zuidoosten van het land temperaturen aan de grond dicht bij het vriespunt in de buurt. Maar 's middags is daar niks meer van te merken. Is het zo'n 15 tot 16 graden noordoostenwind. En de dagen daarna gaat de temperatuur nog verder oplopen. Het blijft flink zonnig. En dan gaan we weer bij die 20 graden in de buurt komen.